Goedemiddag allemaal, mijn naam is Azazat en namens FX Flat heet ik jullie wederom allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal samen met Tom Lassing kijken naar de interessante Europese lithiumvoorraden en uiteraard ook op het TWS online accountbeheer van FX Flat. Even kort vooraf. Zoals gebruikelijk de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we kort door naar FX Flat. Het is eigenlijk vrij simpel. We zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten, eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening en eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we vandaag ook samen met Tom een kijkje op gaan nemen. Kijken we naar MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform, dat is vooral geschikt voor daytrading, daghandelen en allerlei derivaten in CFD-vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, CFD's, maar ook bijvoorbeeld de grote indexen. Die zijn daar ook allemaal handelbaar met alles met 0 euro transactiekosten en ook 0 euro beheerskosten. Dus u heeft geen maandelijkse fees of andere terugkomende kosten. Wat vrij uitzonderlijk is en waar we eigenlijk ook trots op zijn, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 500.000 euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Wilt u kennis maken met de daytraden? Wilt u kennis maken met MetaTrader? Dat kan uiteraard met een gratis en vrijblijvende demo beleggingsrekening. Hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend oefenen, proberen met oefengeld en dat ook nog eens met real-time koersen. Kijken we anderzijds naar Trader Workstation. Dat is dus het handelsplatform en bijbehorende beleggingsrekening waarmee u wereldwijd in vrijwel alle mogelijke effecten kunt handelen en beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, maar ook ETF's en andere effecten vanaf 1,90 euro. Amerikaanse aandelen die zijn bijvoorbeeld ook handelbaar en te beleggen vanaf 1 dollarcent per aandeel. Het openen van een rekening gaat heel gemakkelijk online en is al mogelijk vanaf een storting vanaf 2000 euro. Wilt u de overstap maken vanuit uw huidige broker, dan kan dat uiteraard ook middels een depotoverdracht. En voor de rest heeft u ook hier, net zoals bij de andere beleggingsrekening, geen beheerskosten en geen maandelijkse kosten. Bent u een zakelijke klant en wilt u met een bedrijf een beleggingsrekening openen, dan kan dat uiteraard ook met een zakelijke beleggingsrekening. En ook hier kunt u wederom rondkijken, kennis maken, oefenen met een demorekening. Nou, dat gezegd hebbende, mochten er eventueel tijdens het webinar vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de chat en in de vragen. Dan pakken we die samen met Tom op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hi Ash. Ditmaal over de lithiumvoorraden. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus wat dat betreft geef ik het beeld aan je over en kunnen we van start gaan. Ja, nou dankjewel. Iedereen welkom dat je erbij bent. Ik ga het hebben over Europese lithiumvoorraden. Er is een bedrijf in Oostenrijk. Het bedrijf is genoteerd op de beurs van Australië en in Frankfurt en in München en op de OTC-beurs in de VS. Dus ze hebben heel veel verschillende noteringen, dat valt echt wel op. En het bedrijf heeft 15 miljoen euro gekregen van BMW om de Oostenrijkse lithiumvoorraden weer boven water te halen. Ik zeg weer, het is een bestaande mijn die gesloten is, want lithium was niet meer interessant op een gegeven moment, omdat mede vanuit China erg veel aanbod was en er eigenlijk weinig vraag was in de tijd. Maar die voorraden liggen er nog. En bedrijven zoals BMW, maar meerdere automobielbedrijven, zijn nu eigenlijk strategische voorraden aan het opkopen. Want ze hebben ze nodig voor de batterijen, de accu's van de auto's. En ook met name Chinese bedrijven zijn er al heel ver in. En die kopen in Afrika al ongelooflijk veel. BMW dacht van ja, laten we maar gewoon om de hoek hier in Oostenrijk beginnen. Want dan kunnen we het ook krijgen. Ja, dat is een interessante manier. Nou, we hebben hier kaart van Oostenrijk. Het ligt 270 kilometer zuid, wat is het, zuidoost van Wenen. Zuidwest van Wenen. Oké, okay, dus hier ligt het hieronder. Dat is het Wolfberg Lithium project.
En dus ze zeggen ook van het is een hard rock lithium deposit. Dat betekent niet dat er keiharde muziek gespeeld wordt, maar dat het echt in keiharde rotsen zit. Dat betekent wel dat het ook vrij duur is om dat eruit te halen. Maar alles is duur in Europa, dus dit ook. Het enige voordeel is, het is vlak bij de deur. Dus in die zin is het dan weer een goed punt. Nou, wel was ik van plan om in de cliëntenportal te gaan kijken. Maar je ziet al, ik krijg een code dat er iets mis is. En ik weet al wat er mis is, want ik heb met mijn account vergeten om toestemming te vragen op de Australische beurs. Dus dat moet ik nog doen en dat heb ik nog niet gedaan. Maar wat is er het geval als we kijken bij Yahoo? Het bedrijf is 71,3 miljoen waard. Dat is een heel kleintje dus. Hè. Dan hebben ze 15 miljoen van BMW gekregen. Dus dat valt allemaal wel allemaal echt heel klein. Als we kijken naar de notering in Australië, dan zien we dat ze dus in West Leederville zitten. En ze geven niet aan hoeveel employees ze hebben, dus hoeveel medewerkers ze werken. Dat is eventjes jammer. Maar wat wel van belang is, dus is dat de waarde van het bedrijf, als we kijken naar de boekwaarde, is 6 cent. En de koers is 8 cent, dacht ik. Ja, hier niet, want hier is het natuurlijk, dit is euro. En je moet hem eigenlijk kijken in Australische dollar. En dan zie je dat het 6 cent is op 8 cent. Het betekent in ieder geval dat er nog wel een stukje boekwaarde zit en dat die koers niet helemaal lucht is. Nou, waarom is er dan dit stukje boekwaarde? Nou, onder andere omdat ze dus, nummer 1 hier, ze hebben geen schuld, 33 miljoen in kas. Gaat ongeveer 10 miljoen per jaar gaat eruit aan de free cashflow, dus er is nog genoeg geld. En verder geen dividenden uiteraard, want ja, er is vrijwel geen omzet. 177.000 omzet is natuurlijk niks. Er is nog pertinent geen winst, er is geen sprake van. Dus dit is echt een lithiumzoeker die mijn wil worden. En dat is wel van belang. Ik heb daar eerder over gesproken. Hè. Een bedrijf wat iets aan het zoeken is. En die was nog in de situatie van, nou, we kunnen nog kiezen. Hier is die keuze al gemaakt. Hier hebben ze gezegd, wij gaan daadwerkelijk producerende mijn worden. Dat is de bedoeling hier. Dus het waarmaken, dat is een tweede. Maar dat is eventjes de bedoeling. Nou, als we dan kijken naar de analisten. 1 analisten, dat is niet echt veel natuurlijk. Maar het is wel van belang dat je ziet, 90 dagen geleden dacht die ene nog van, ja, ze gaan 1,17 verlies maken. En nu is het verlies nog maar 41 cent. En next year dan winst van 4,25. Ja, nou, dat nemen we een korrel zout. Dat zal wel heel extreem zijn. Want dan moeten ze ook direct gaan produceren. Ik weet niet of ze al zo snel en zo ver zijn. Kunnen we even kijken. Dus kijken naar het Wolfberg Lithium project. Volgens mij is het nog niet zo ver. Maar dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik nog niet. Ik heb de aandelen niet. Ik werd erop gewezen. Zo van, joh, dit is interessant. En toen dacht ik, ja, dat is ook interessant. Want ja, het gaat om een stukje onafhankelijkheid van Europa ten opzichte van lithium. Nou, BMW die dan zegt van, kippekepje, lever maar aan mij. Ja, dat is heel slim van BMW. Alleen is het even de vraag, hoe snel gaat dit produceren? Ze zijn nog steeds bezig hier met een studie, DFS-studie, om te kijken of het haalbaar is om het te winnen. En die studie is er nog niet. Ze verwachten wel dat het zo is, maar je moet het toch netjes even vastleggen voordat de banken leningen gaan verstrekken en dergelijke. Dus dat moet echt even bevestigd worden dat dat zo gaat worden. Ja, dan duurt het allemaal heel lang, maar je ziet, er zijn echt al mijnen. Dus in die zin is het er al. En ja, ze hebben eigenlijk alles al geregeld. Maar ja, dan is nu nog de vraag van oké, hoe snel gaat het gebeuren? Dat zie ik nog niet. Want ze zijn het nog aan het maken. Nou, er zijn er een aantal dingetjes waar je naar kan kijken. Presentation en fact sheets bijvoorbeeld. Hier quarterly reports. Ik denk niet dat dat erg interessant is op dit moment. Maar aan de andere kant, je weet het niet. Ik denk dat het verstandig is om hier te kijken naar de company presentation en naar de company fact sheet. Als we gaan kijken, volgens mij hebben ze 2025 of zo pas dat er iets gaat gebeuren. Productie start 2024.
Dus dan pas gaat er iets als alles mee zit. First production of lithium. Dus dat is nogal eventjes dat dat een voorbereiding heeft. Nou, ze hebben geld genoeg om dat te halen. Het is even de vraag natuurlijk, hoeveel geld moet erin om de zaak helemaal op te starten? Want het kost natuurlijk geld en dan weet je niet of het op dit moment al voldoende is. Maar doordat ze die deal met BMW hebben, denk ik dat ze daar op zich wel goed in zitten. Nou, als we dan gaan kijken naar wie zijn de houders, dan zie je dat nog 14,7% bij insiders zit. En voor de rest is het heel erg verdeeld over een heleboel beleggers. En ook de grootste houders, dat zijn een aantal fondsen, zijn er maar een paar, hebben maar hele kleine posities. Dus dit is verdeeld over heel veel relatief kleine beleggers. Dan is even van belang, er zijn natuurlijk verschillende noteringen. We hebben een notering in Frankfurt, dat is de grootste Europese notering. En we hebben de echte officiële notering in Australië. Ik zou alleen maar gaan voor Australië, dan daar te kopen. Ik weet dat het is onhandig en tijden en alles. Maar het belangrijkste punt wat ik daarmee wil zeggen. 6,7 miljoen is de omzet. Gemiddelde omzet per dag aan aandelen. Kijken we naar hetzelfde, maar dan in Frankfurt, dan gaat het om 335.000. Dus dan is wel duidelijk dat die omzet in Australië vele malen groter is. En dat is beter voor de koersvorming. Je kan er ook wat makkelijker uit als je ooit weer wil verkopen. Omdat ja, met zo heel weinig mensen die er eigenlijk in handelen, dan kan het zelfs een probleem zijn. En je komt heel snel aan heel veel aandelen, want ze kosten maar 8 cent in Australische dollars, 5 Europese eurocentjes per stuk. Dus dan haal je wel heel hoge volumes. 335.000 is dan niet veel als een aandeel maar 5 cent kost. Dus in die zin is het belangrijk om te zoeken naar het stukje volume. En dat zit in Australië. Hou daar rekening mee. Het is echt van belang dat je daar niet je laat foppen. Dat je verkeerd kijkt. Dan naar de grafiek. Nou, dan gaan we eventjes naar de 2-jaar grafiek. Dan zie je dat er nog niks is gebeurd. Er hebben wel al eerder gezien dat die even flink omhoog ging. Nou, flink omhoog, 16 cent. Vervolgens een halvering. Als we dan langer kijken, de max. Dan zien we dat het heel hoog is geweest. 6 euro en meer. Ja, 6 euro 11. 6 dollar 11 moet ik zeggen, want dit is Australië. En zit nu op 8 cent. Dus dan zie je al, hier was er een enorme verwachting. Die is pertinent niet uitgekomen. En als we dan kijken naar, dat was 2018. We kijken naar de laatste 2 jaar, dan zien we dat die stijging er was. Die gekte ontstond in september 2021. Toen was het over. Dan zie je nu dat ja, eigenlijk, je kan zeggen van hey, het is nog steeds een neergaande trend. Je zou ook kunnen zeggen, ja, als dit de bodem was en hier hebben we een bodem, dan is misschien wel een omslag. We zien hier ook al iets omhoog gaan, hier ook al iets omhoog gaan. Het zou een omslag kunnen zijn. Waarom is die omslag er? Ja, dat bekend geworden is dat BMW hier interesse in heeft en 15 miljoen aan ze heeft gegeven om die rechten te verkrijgen om productie daadwerkelijk te kunnen kopen. Ja, gaat dit een klapper worden? Nou, dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk dat het een interessant bedrijf is. 8 cent per aandeel is niet duur, maar het wil niet zeggen dat daarom terug naar 6 dollar gaat. Maar je ziet hier wel dat het enorm snel kan gaan. Van 5 cent naar 18 cent in een paar maanden tijd. Als die gekte terugkomt, en die verwacht ik dat die terugkomt, dan is het wel leuk. Maar het is even het punt, ik verwacht wel een keer weer gekte. Maar ik zeg niet dat het blijvend zo goed blijft. Want dat kan natuurlijk ook uitkomen uit het onderzoek. Ja, het is toch niet zo interessant. Als lithium elders in de wereld heel goedkoop gaat worden, ja, dan heb je hier natuurlijk een hele dure producent die pertinent geen recht van spreken meer heeft en niet meer in die markt terechtkomt. En aan de andere kant kan ook zijn dat lithium, omdat het zo gevraagd is en een enorme vraag is, dat het enorm ontploft. Ja, en dan kan het weer heel goed uitpakken. Dit is echt gokken. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik kan geen enkele zekerheid geven dat hier iets degelijks aan de hand is. Wat ik wel weet is dat BMW het interessant vindt. Is dat een zekerheid? Nou ja, als BMW slim is, hebben ze meerdere
dingetjes lopen, meerdere van dit soort zaken. Want ze weten, af en toe verliest er iets. 15 miljoen is voor hun niks. En dus alsjeblieft, gok het er maar op en dan hopen dat het wat wordt. En neem aan dat ze meer van dat soort grappen nog rollen hebben. Ik vind het een interessant gokje. Het is niet het moment voor gokjes. En als je kijkt naar de beurs, dat is allemaal zwak. Maar lithium is ontzettend gevraagd. En ja, we weten dat elektrisch rijden, dat gaat hem voorlopig nog wel even zijn. En we weten ook dat de batterijtechnieken wel gaan veranderen, maar dat lithium nog steeds nu het meest gevraagd is. Dat blijft nog wel even zo, al gaan batterijbouwers ook over op andere vormen, hè, dus andere metalen. Maar op dit moment is het nog zo dat lithium eigenlijk de standaard is. Dat gaat niet zo snel veranderen. Er komen wel andere manieren om batterijen op te bouwen, maar ja, dat gaat niet zo heel rap. Dus ja, interessant is het interessantste? Nee. Er zijn andere aandelen die nog mooier en dat is waar, misschien niet in de lithiummarkt, maar die zijn er. Dus daar ga ik ook niet op jacht naar de mooiste. Want ja, dat is degene die kijkt, die vindt dat. En een ander kan er heel anders naar kijken. Maar het is wel interessant. Je ziet, de koers is al flink gedaald. Je hebt dus niet dat je hier koopt. Hè, en als we ietsje verder teruggaan, nou, nee, dit is al 2 jaar. Dus dat valt op zich gewoon mee. Je ziet hem hier van onderuit komen. Hier was het maar 4 cent. Nou, en dan als je naar de lange termijn gaat kijken, als we die lijn gaan trekken. Moet ik wel trekken natuurlijk die lijn. Nou, waarom doe je dat niet? Ik ben nou zo gewend om te werken met de grafiek van FX Flat. Dat ik niet meer weet hoe die hier werkt. Ik denk dat je daar linksboven zie je een line knop staan, Tom. En met draw, dan moet hij eigenlijk. Oh ja, maar goed, hij draw, met draw had hij het ook moeten doen. Maar hier is hij. Het duurt eventjes. Kijk, als we dan kijken naar de langjarige tijd, dan zitten we er al onder. En dan denk ik van oké, okay, en dan zet ik hem even op hier op de bodem en hier op de bodem. En hier op de top. Grofweg. En dan zie je al, daar zit van onder. Dus in die zin denk ik dat het interessant is, maar alsjeblieft realiseer je als je hierin gaat beleggen, en ik heb de aandelen nog niet, dat dit echt gewoon gokken is. Het kan leuk uitpakken, maar realiseer je dat in 95% van de gevallen dat niet goed uitpakt. En je moet het hebben van die 5% die het wel doet. En die maken ook een klapper. Dan heb je de rest van je leven heb je iets te vertellen over van wow. Maar of dat deze is, dat durf ik niet te zeggen. Zijn er vragen? Ja, ik heb hier een vraag van Karel en hij schrijft, verwacht je dit ook in je eigen portefeuille op te nemen in de toekomst? Ja, dat denk ik wel. Ik weet nog niet wanneer, maar ja, ik vind dit wel een aandeel om op te pakken. Maar ik zou wel graag toch wel hier iets willen zien van een technisch signaal dat het interessant is. Maar realiseer je, dat kan dus heel hard gaan. Als je dit ziet, dan ben je al te laat. Hè? Niet echt die hype dingen. Nou, dat zie ik hier nog niet. Het is allemaal heel kleine beweging. En hier zag je dat ook, kleine bewegingen. Ja, dan kan het groter worden. Het lijkt een beetje hierop. Hè? Als je het vergelijkt met naar het verleden. Hier zo'n tussenstukje, hier ook zo'n tussenstukje. Ja, goed. En dan verwacht ik wel dat het omhoog gaat. Dan kan het zijn, nou, eind deze week. Maar het kan ook zijn dat ik over 3 maanden denk van, nou, zou ik het niet. Ik wil dit aanzien. Maar ja, eerlijk gezegd, ik denk dat ik wel aan te houden word. Ja, helder verhaal. We hebben voor de rest geen verdere vragen. Maar als ik zelf hier naar kijk, vind je het technisch gezien sterker of fundamenteel sterker op dit moment? Nou, dit is vooral het lithiumverhaal. Dus de vraag naar lithium, waarbij je weet dat alle batterijmakers dat nog steeds nodig hebben. En de hoeveelheid lithium die gewonnen wordt, veel te klein is voor de vraag die verwacht wordt. En dan gaat er dus iets knijpen. Nou, dan zijn er 2 mogelijkheden. Dan kan lithium heel veel duurder worden. Maar dan worden die batterijen duurder. En als de batterijen duurder worden, dan gaan ze meer zoeken naar alternatieven. Ja, dus daar zit hem dan even in. En dan betekent het dat lithium, als ze gaan zoeken naar alternatieven en ze ook vinden, dat lithium langzaam weer leegloopt. En vandaar dat ik zeg, van je zal, als je dit aandeel koopt, dan moet je op dit soort bewegingen moet je gaan letten. En als dan de gekte totaal is,
dan moet je ook gewoon eruit stappen. En dan weet je niet of die gekte hier al totaal is of dat het hier is. Dat is eventjes het probleem. Je moet op een gegeven moment zeggen van oké, nu vind ik het voldoende. Hier was de winst 100%, hier was de winst 300%. Ja, nou, dat weet je van tevoren niet. Ben je tevreden met 100%, stap eruit, niet meer terugkijken. Hier was het 300%. Ja, nou dan, degene die hierboven, er zijn er geweest, die hebben hierboven afscheid genomen van die aandelen. Ja, dat zijn de verkopers geweest achteraf gezien. Daar moet je naar zoeken hier. Je koopt die aandelen, je wacht tot die gekte er is en dat dan echt ook uit. Dat is zo van belang. Want op de lange termijn, ondanks die enorme vraag naar lithium, gaat lithium uit de markt geprijsd worden omdat het te duur wordt. En dan gaan ze dus zoeken naar alternatieven en die gaan ze vinden. Die zijn ze nu al aan het zoeken. En ja, dan moet je eigenlijk al naar het volgende toe. Hè. Dan stel je voor dat ze het, ik noem even wat hoor, dat ze in lood ineens iets zien. Ja, dan zou je in lood moeten of ze zien ineens in, nou, in welk ander metaal dan. Dan moet je daarin. Dus dit is echt zo'n spel in één van de metalen. En lithium is dan één van die metalen. En op dit moment ziet het er goed uit. En je ziet het zit niet in die koers. Dus dat maakt het interessant. Ja, helemaal goed. Duidelijk verhaal. Voor de rest geen verdere vragen, Tom. Dan mooi. Dank voor het kijken, iedereen. Nou, helemaal goed. Dan zal ik er even het scherm overnemen ter afsluiting. Dat is hem. Nou, uiteraard, Tom, zoals gebruikelijk, hartstikke bedankt. Wederom een uiterst interessant onderwerp en ook een uiterst interessant webinar. Uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd bereikbaar via de FX Flat gratis klantenservice nummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com. Kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen en namens FX Flat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens. Oh.